hoe zat u erbij? Ja. Ik? In mijn babydol. In mijn babydol? Zeg maar. Schoolgaande. Het gaat fenomenaal. Dit weekend heeft Max Verstappen zich gekroond tot de allereerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1. Een prestatie van formaat natuurlijk. En ik ben erg benieuwd hoe Den Haag de ontknoping van dit Formule 1 seizoen heeft beleefd. Dag meneer en mevrouw. Wat een feest hè gisteren. Zo. Zo. Bent u een beetje bijgekomen? Het begint in te zakken. In te dalen, ja? Ja, ja. En bij u mevrouw? Dat heeft u niet gezien. Oh. Ik zat in de douche. U weet niet waar het over gaat. Oh, ja. U zat in de douche. Ik was in de douche. Ik weet het wel, maar. Nou, u kunt het nog terugkijken. Maar dat moment zou je nooit meer zo beleven, hè? Het was echt ongelooflijk. Nee, dit was een uniek moment in de sportgeschiedenis. Dag dames. Dag meneer. Wat een feest, hè, gisteren. Ja, wat een feest, hè. Hebben jullie een beetje zitten juichen? Ja, top. Ik heb gegild, man. Ja? Ja, echt, ja. Alles kwam eruit? Ja, alles. Okay. Ik was op mijn werk en ik dacht, yes! Ja, niet normaal. Ik ben zelf niet alleen een fan van Max, maar ook van de sport al jaren. En ik was met mijn baas op mijn werk. We gingen helemaal door het dak. Ja? Echt waar, ja. Hoe ging dat? Kan je het voordoen? Nou, nee. dat kan ik echt niet meer voordoen. Oh. Ik zat thuis, maar ik zat gewoon rustig op de bank, een beetje op mijn telefoon te kijken. Ik dacht, gebeurt niks meer. Maar toen hoor ik mijn pa schreeuwen, ik kijk naar links. Zo, die sprong de lucht. Ik denk, wat gebeurt er? Ik kijk naar tv en Max over de streep. Ongelooflijk, hè? Ja, mooi moment. Niemand had dit kunnen voorzien, dit einde. Nee. Ik vond er eigenlijk niks aan, die race eigenlijk. Nee. Tot die safety car kwam natuurlijk. Dat was een beetje eentonig. Ja, precies, ja. Bent u lekker uit uw dak gegaan gisteravond? Nee. Nee? Nee. Geen feestje gevierd? Nee. Oh, u weet ook niet waar ik het over heb? Nee. Max Verstappen? Nee. Nee, joh, ga weg. Nee? Boeit u allemaal niet? Honkbal. Oh, u bent van de honkbal? Ja. Heeft u er dan echt helemaal niks mee? Niks, maar ook niet met pingpongen. Wereldkampioen pingpongen ook niet. Nee. Nee, jij wel? Pingpong? Ja. Nee. Maar ik ga verder met fotootjes maken. Fijne dag. Ja. Tot ziens. Oké. Okay. Had u ook tranen? Nee. Dat niet? Nou, ik ging wel gillen. Ging niet gillen? Ik ging een paar keer, drie keer zelfs. U zat onder de douche en u hoorde hem gillen? Ja. Heerlijk, toch? Ja. Nou, ik vond het geweldig. Hoe ging dat, meneer? Kunt u dat nog eens nadoen? Zo, yes! Yes! Ja. Dat was geweldig, ja. Zo, dat was groot feest gisteravond, hè? Groot feest? Ik ga niet. Ja, met Max? Oh, ja, zeker. Ja, sorry. Ik was er even niet bij. Was je het vergeten? Ja, ik was het even vergeten. Nee, ja, het was een heel groot feest. Ja, ging je uit je dak? Ik ging wel helemaal uit mijn dak, ja. Wat gebeurde er in die laatste ronde bij jou? Ja, het was gewoon zo spannend. Ik liep eerst even weg, sigaretje roken, even... Ik denk, nou, dit gaat hem nu maar worden. Maar ja, opeens, nou, toen ging ik al staan en toen was het gewoon alleen maar schreeuwen, juichen en ja, super. Ja, fantastisch. Ja, eindelijk. Toch of niet? En was je dan net zo rustig zoals je hier nu staat? Of? Nee, ik was alleen, maar ik heb lopen gillen. Ja? Ja, nee, echt. Ja, was echt fantastisch. Ja. Als een klein kind zo blij. Ja, nee, was echt was top. Ja, heb genoten. De oranje sjaal nog om, meneer. Oh, ja. Of is dat toeval? Dat is toeval. Dat is toeval. Wat een feest, hè, gisteren. Ja, dat was echt heel bijzonder. Ja. Waar was u? Thuis, met mijn zoontje. Oké. Okay. En ik zou je bekennen, ik heb mijn knieën voor de tv zitten schreeuwen. De laatste ronde. U zult niet de enige zijn? Ik zal niet de enige zijn. Nee. Hoe voelde het? Ik vind het heel bijzonder. Ik ben op zich geheim niet zo voor de Formule 1, maar ik vond het wel... om er zoveel druk dan zo te presteren, dat vind ik wel heel knap. Wat een feest, hè, gisteren. Ja, we waren helemaal uit ons dak. Ja? Ja, ja. Jij ook, Henri. Van gisteren. Van de Max Verstappen, heerlijk. Ik heb genoten. Hartslag omhoog. Ja, ja, echt waar. Heel leuk. We hebben het al op ons hart. Oh. Dus dat was nog oppassen geblazen. Ja, ja. En mijn dochter zegt, we gaan niet kijken, zegt mijn dochter. Hè? We zijn toch gaan zitten kijken. Ja. Maar helemaal van de stress en de zenuwen. Nee, maar hoe zat u erbij? Ja. Ik? In mijn babydol. In mijn babydol? Echt waar? Even voor de jongere kijkers, wat is dat? Dat is zo'n kort broekje met zo'n topje. Oh. Ik denk, laat ik het gewoon eens op mijn oude dag vrolijk maken. Dat is wel bijzonder. Nee joh, gekheid hoor. Hey schat, ik moet, ja, want anders ben ik te laat op het stadhuis. Heel Fijne veel dag. Succes, we zien je dadelijk wel. Dag. Doei. Wat een feest, hè, gisteren. Ja. Heeft u genoten? Ja.
Ja, Ajax verloren. Ajax verloren? Ja. Voor mij feest. Daar ging het mij niet om eigenlijk. Ja, Max was zelf zeker. Ja. Ja. Dat was mooi, hè? Ja, dat was prachtig. Ja. Hoe zat u erbij die laatste ronde? Ik heb geen zegen over. Dus ik heb het niet live gezien. Maar het was voor iedereen gratis te zien. Oh, dat wist ik niet. Ik heb naar Feyenoord gekeken. Ja. Dag meneer. Hallo. Wat een feest, hè? Hé? Wat een feest. Welk feest? Max Verstappen. Max Verstappen, wereldkampioen. Ja, tuurlijk. Wereldzorg. Ja. Kan niet bijtaan. Nee, heeft u een beetje genoten? Ik wel. Hoe zat u erbij, de laatste ronde? Relax. Relax, ja? Natuurlijk. Ja, hartslag normaal? Ja. Echt waar? Ja. Dan wel een coole kikker bent u. Nee hoor. Wist al wat dat die ging winnen. Oh, dat wist u al? Ja. 57 rondjes achtergelegen? Ja, maar maakt er niet uit. Smak te stoppen waar we het over hebben. Klasbak. Dit is er maar één. Wat een feest, hè, gisteren. Ook feest. Je hebt het gemist? Ik denk dat ik het gemist heb. Met die snelle auto's. Oh, ja, tuurlijk. Dat heb ik niet gemist, nee. Nee, maar je was het even vergeten. Ja, nee, zeker. Ik heb zeker gekeken. En zat er ook een beetje emotie bij? Ja. Ging je uit je dak? Kijk, ik ben eigenlijk niet zo'n fan, maar nu was het zo spannend dat ik dacht, ja, we moeten wel kijken met vrienden. Hoi, hoi. Dus dat was heel leuk. Dat was leuk, ja. Tranen nog van geluk? Nou, bij mij niet, maar mijn vrienden wel. Die waren wel heel emotioneel. Ja? Ja. Dus je hebt de man een keer zien huilen? Ja, ja, dat is wel waar, ja. Ook wel eens hier een keer wat anders, ja. Heb je een beetje genoten gisteren? Ja, ik had graag dat ze beiden precies over de streep aankwamen. Maar Verstappen gewonnen. Ja. Dat zal maar goed zijn. Ik heb er geen last van hoor. Goede vriend van mij trouwens. Wie? Verstappen Max. Oh ja? Ja, die andere ook. Ja, Max Verstappen is een van mijn goede vrienden. Je doet wel eens een bakkie met hem? Ja, hij komt wel eens. Ik spreek hem ook graag. Hij komt wel eens naar me toe ook. Oké. Okay. Ja, het is serieus hoor. Geen slijmen. Je hebt wel vooraanstaande vrienden, hè? Met Rutte, Verstappen. Lijkt me beter, hè? Dat je dicht bij het nieuws houdt. Nou, fijne dag. En als je hem spreekt, doe hem de groeten, hè? Zou de groeten doen van heel Den Haag? Heel Den Haag. Oké. Jullie ook. Hoi.